laatste dag van het MULO-examen. Brandweerzorg en hulp geeft rondleiding. En Lions geeft gratis brillen. Hey, fijn dat je weer kijkt naar deze uitzending van het 10 minuten jeugdjournaal. Het was vandaag de laatste dag voor de leerlingen die het VOJ-examen maakten. Ook voor MULO-scholier Afielle Hooghart. Zij vertelde ons eerder dat ze goed voorbereid was en dat ze zich geen zorgen maakte. Het allerlaatste vak is geschiedenis. Volgens Afielle geen moeilijk vak, dus het is ook vandaag gelukt. Na enkele minuten mag de concentratie eraf. En mogen de examenkandidaten uitblazen. Ook Afielle is blij dat het examen achter de rug is. Ze is dan ook letterlijk klaar mee, want ook geschiedenis is nu echt geschiedenis geworden. Zo, ik onthoud die vraag niet, hoor. Ik weet het niet. Ik heb een hele week lang examen gemaakt. Ik ben klaar. Ik wil niet meer ervan horen. Ik ben al moe. Het is goed gegaan, alleen was natuurkunde moeilijk. Om erop voor te bereiden heb ik werkjes geoefend, gedownload geoefend. Ja, en daarna was het examen maken. Er zijn werkjes op het net, dus daar kan je je werkjes gewoon downloaden en maken. In plaats van te gaan kopen. Maar je hebt geen naam niet. Het is niet bij mijn huis. Ik heb al mijn boeken. 23 boeken moest ik hebben en ik heb 23 boeken in mijn zak. Ze zijn al lang gekaft, maar ik gebruik die boeken niet. We hoefden geen boek naar school te brengen. In de derde klas heeft Afielle ervoor gekozen om de B-richting verder te volgen. Dat betekent extra natuurkunde en wiskunde. Eén, ik kon niet van rekenen. Ik vind rekenen verschrikkelijk moeilijk. En twee, omdat ik in het lab wil werken. Ik hou van die spullen in het lab. Ik wil dierenwetenschappen doen. Ik was wel een paar jaren geleden na microbiologie. Heb ik padden gebracht, heb ik padden onderzocht. Ik heb pad, of die anderen hebben een pad opengesneden, we hebben het onderzocht. Dat was spannend. Ik wil die ziektes onderzoeken, misschien kan ik een kuur vinden voor ze. Bij mij klopt altijd alles. Het examen is nog maar net afgelopen en Afielle weet al wat ze gaat doen in de komende periode. Ja, ik ga naar Aams en in de vakantie ga ik natuurlijk genieten, totdat ik niet meer kan. Ik ga oktober weer fris naar school. Afielle weet dat ze haar uiterste best heeft gedaan. Het heel schooljaar heeft zij zich ingezet. Dus voor haar is er geen andere uitkomst dan... weggeslagen. De uitslag van het examen is op 1 augustus. Zoals je het al hebt gehoord van Afielle, ze weet zeker dat ze is geslaagd. Toch blijft het tot aan die dag toe erg spannend. Wat moet je doen als het brand is en hoe kan je het voorkomen? Elk jaar komen verschillende lagere scholen Brandweerzorg en Hoop bezoeken voor een rondleiding. Leerrijk, maar ook erg spannend. De kinderen van de Maria Hartman School brachten vandaag een bezoekje aan de brandweer. Maar dit is niet de gewone brandweer. Weten jullie waar jullie zijn op dit moment? Wie kan me zeggen? Wat zie je hier? Je hoort het ook. Wat zien jullie? Huh? Vliegtuigen. Jullie zien vliegtuigen. Ja, dit is de brandweer van Vliegveld Zorg en Hoop. We kennen allemaal de brandweer die uitrukt als er een woning in brand staat. Maar waarom is het zo belangrijk dat het vliegveld een eigen brandweer heeft? Vertel me, Jamir. Als een vliegtuig is gebrand, dat de brandweer de vliegtuig kan spuiten. Het is goed dat ze weten dat er een verschil is tussen de stedelijke brandweer en de luchthavenbrandweer. Hier zijn we gespecialiseerd in vliegtuigbranden, kaping en alles wat te maken heeft met de veiligheid op een luchthaven. Deze broek is speciaal gemaakt om een beetje dicht bij het vuur te kunnen gaan. Dat is een CO2 blusser. Wel jullie zien hoe het spuit? De kinderen hadden veel pret, maar hebben ook een heleboel geleerd. Ik heb geleerd dat je geen vuil op het erf mag branden. Wanneer er brand is, moet ik de brandweer bellen. Als iemand een ongeluk heeft, dat de brandweer de persoon erop kan zetten. En
de brandweer de persoon naar een veilig plekje kan brengen. Je hebt geleerd dat je niet met vuur mag spelen. En als je huis is gebrand, dan moet je 110 bellen. En misschien was het leukste deel van het uitstapje het einde. Na zo'n rondleiding weet je veel over veiligheid, maar misschien ook of je later brandweerman of vrouw wil worden. 140 kinderen die niet helemaal scherp kunnen zien, kregen vandaag een bril. Voor de meeste kinderen was het de eerste keer dat ze een bril droegen, dus moesten ze wel even eraan wennen. Ook zie je het al, bij je neus, als je naar die kant kijkt. In welke klas zit jij? Vierde ook. Schud je hoofd. Toppie. Voor iedereen wordt de bril nog op maat gemaakt, want zo'n eerste bril moet natuurlijk goed zitten. En als dat achter de rug is, kunnen de kinderen eens goed om zich heen kijken. Ja, is heel anders. Ik zie nu al beter, maar het hindert wel een beetje omdat ik nog gewend moet raken eraan. Het is leuk, je ziet gaaf en ja, nou ja, je kan zeggen dat het beter is. Want vorige keren zie je echt dof of dan kan je niet goed zien op het bord als je vaker achterop zit. De kinderen kregen de brillen van Lions Club Paramaribo West. De organisatie testte bijna 900 kinderen, waarvan 140 een bril nodig hadden. De brillen worden kosteloos verstrekt. De Lions Club Paramaribo koopt die brillen bij Optiek Ninon tegen een gereduceerde prijs. Deze brillen worden gefinancierd door opbrengsten uit fundraising en door donatiemiddelen van het bedrijfsleven. Je moet het schoonmaken met een doekje. Dus je krijgt een doekje, daarmee moet je het schoonmaken. Als je wil gaan voetballen, dan stijgt voor dus dat je een lintje eraan zet, zodat het niet van je gezicht valt. En natuurlijk is het ook belangrijk dat de bril die je uitkiest er leuk uitziet. Ja, ik heb deze uitgekozen omdat ik het echt mooi vond. En nou ja, ik wou een blauwe, maar omdat ik volgend jaar op de MULO zou gaan zitten. Maar ik ben ook blij omdat ik vroeger echt van paars hield, dus ik had die paarse genomen. En gelukkig kunnen de kinderen nu weer scherp kijken. En met dit brillennieuws zijn we weer gekomen aan het eind van deze uitzending. Maar we zijn er morgen weer. En vergeet niet onze website te checken. www.jeugdjournaal.sr. Doei doei!